Dames en heren, hartelijk welkom. U bent verbonden met het Sportpaleis Ahoy in Rotterdam voor alweer de derde wedstrijd in het minivoetbalseizoen 80-81. Zag u de vorige keer België min of meer probleemloos winnen van de politie met 10-4. Vanavond een groot spektakel, want wij hebben de beide finalisten van het vorig seizoen hier op de vloer, te weten Rotterdam Ahoy en Limburg. In uw beeld het arbitrale kwartet. Te weten, Lau van Ravens, Theo Boosten, Fred Alcour en Luc van Nuffel, onze Belgische vriend, die zo dadelijk hier naast mij plaatsneemt als wedstrijdleider. De eerste wedstrijd vanavond wordt geleid door Theo Boosten en Fred Alcour, de Belg. Limburg in het geel met zwart, de donkere broeken dus voor de zwart-witkijkers, met daar nummer 3, Gilbert Heigelen. Dat is Jacques Weeres die u daar zag, die halve kale jongen. Barry Hulshoff. Een nieuw gezicht bij Limburg. Natuurlijk geen nieuw gezicht in het voetbalmetier, want u kent hem allemaal. En onder de lat Frans Curver. Op dit moment succesvol trainer van Fortuna Sittard combinatie. Of Fortuna Sittard is het tegenwoordig, want het wisselt nogal eens. Outkeeper van MVV. Gaan we naar Rotterdam, dan ziet u behalve een aantal vertrouwde gezichten onder de lat Koos Elleswijk. Hij keept bij Hermes DVS, eerste klas KNVB, maar speelde ook voor Holland Sport en Cambuur betaald voetbal. Hans Venneker. Een man, nu al bijna met een historie, vertrekt aanstaande maandag naar Saoedi-Arabië. Waar hij trainer zal worden van Daran en wij zullen hem dan ook niet meer terugzien. Hij wordt in het vervolg, heeft coach Bob Jansen mij verteld, vervangen door Pietje de Vries, de oud-Spartaan. Dat is Koos Elleswijk. Nou, een wedstrijd min of meer beladen met sentimenten. U weet nog die finale van het vorig seizoen. Arie Damsma in uw beeld met nummer 5. Speelde voor Excelsior en NAC, nu voor CVV. En ik ben bijzonder benieuwd of Limburg in staat is revanche te nemen voor toch de verloren finale aan het eind van dat vorig seizoen. Wij gaan kijken met u naar deze wedstrijd in een sportpaleis dat gevuld is met ruim 6000 mensen. En welke betaald voetbalorganisatie zou die niet gemiddeld op de tribune willen hebben? De bal is uit de koker en wij gaan onmiddellijk naar een inrol voor Rotterdam met Jan Bruijs. Maar dat wordt weer een inrol en u ziet, fanatiek wordt er gestart. Arie Riedijk. Een van de topscorers van Rotterdam Ahoy, Jan Bruijs. En nogmaals. Paas op rechts naar Riedijk, onmiddellijk gevaarlijk. En scoort bijna. Rotterdam laat er geen gras over groeien zoals dat heet. Gaat onmiddellijk fel van start. Gerard Hoenen, Vic Hermans, een van de vele mannen met snorren bij Limburg. Hoenen kan nog alles van afstand schieten. Daar komt hij. Hermans, terug op Hoenen, voorzichtig bij Limburg op dit moment. En een schot, daar komt hij dan. En hij heft de handen en ja zeker, doelwachter Martin van Deventer zegt... Dat was wel degelijk een doelpunt. 1-0 voor Limburg. En ik zei het u al, Hoenen kon en kan schieten. En dat doet hij nog steeds. Oudspeler van MVV en PSV. Nou, Rotterdam weet nu wat hen te doen staat. Staan met 1-0 achter. Jan Bruijs. Hier in eigen huis, Damsma. En ook hij kan schieten. De bal gaat uit. In rol voor Rotterdam. Moeilijk werk daar. Kort. Maar Riedijk komt daar uitstekend uit. Kijk eens even. En Frans Curver heft de veilige handen. Gilbert Heigelen. Heigelen is Zaalvoetbal International en er lopen er meer rond hier. Ik zal ze u wel noemen in het verloop van deze wedstrijd. Kiers naar Hoenen. En daar komt hij weer. De kleine Gerard met zijn dodelijk schot naast. Jan Bruijs aan de bal. Damsma. Terug op Elleswijk. Ze zijn wat benauwd geworden. Arie van der Sluis. Hij was uit. Dat betekent een inrol. En Frans Curver gooit uit nu. Heel ver, maar Damsma staat daar keurig opgesteld. Geen enkel probleem. Riedijk, Bruijs. Ja, de ballen die onmiddellijk terugkomen via onze vertrouwde ballerina's. Koos Elleswijk. Gooit uit op Riedijk. Vrije schop zegt Fred Alcour. Wordt in de rug gelopen.
door Gerard Hoenen. Jan Bruijs aan de bal. Hoenen. Kiers. Eerste hoekschop betekent dat eerste corner voor Limburg. En u weet het, 4 corners is onherroepelijk penalty. Hermans probeert het daar achter het doel, Leen Kiers. Maar dat neemt Bruijs onmiddellijk over. En nu 2 man. Arie van der Sluis, Frans Curver. Met moeite, maar hij heeft hem. De oude rot. Zeer fanatiek. Maar erg leuk om te zien. De manier waarop hier die Frans Curver zijn doel verdedigt. Schot van Jan Bruijs was dat. Had beter lot verdiend, zoals dat heet. En wij gaan met Limburg naar voren. Hermans. Krijgt geen meter ruimte. Eerste wedstrijd is dit in Pool B. Waar ook nog spelen Engeland en de militairen die u de volgende week aan het werk zult zien. Maarten Polderman. Speelde in het eerste van CVV. En daar Arie Wiedijk, u alle bekend. Damsma kan schieten. Jazeker, een schip. Oh, ja, ja, ja. Damsma schoot niet. Paast op Maarten Polderman. Die daar volledig vrij voor Frans Curver aan de linkerkant van het doel gelijk maakte. 1-1 is de stand na 4 minuten en 42 seconden. Dat belooft wat. Willy Venhovens. Terug op Hoenen. Ja, dat heeft weinig zin. En onmiddellijk Frans Bouwman. Polderman. Arie Riedijk. Rechts loopt Damsma. Riedijk gaat alleen. Lukt hem niet. En dan nu Leen Kiers. Maar Ellerswijk uitstekend uit zijn doel gekomen. Damsma wil best schieten. En zal dat vanavond nog vele malen doen, denk ik. Gerard Hoenen. Met weer een van die venijnige punters, als ik het zo mag noemen. En dit schot van Leen Kiers belandt daar in de catacomben. Rotterdam in de aanval nu. Dan van Riedijk. Duet voor twee heren. Maar nu krijgt hij alle ruimte om te dringen en dat is levensgevaarlijk. Het had het kunnen zijn. Inrol voor Limburg. Riedijk. Polderman. Terug op Riedijk. Schieten. Doet hij ook. Inrol Rotterdam. Hans Venneker. Laatste keer dat we hem hier vanavond het werk zien. Daarna zullen we daarvoor naar Saudi-Arabië moeten. En dat is een wilde trap. Achterbal, zegt Theo Boosten. Dat betekent dat Frans Curver gaat uitrollen naar Hoenen. Jacques Weer is in het veld met nummer 8. Uit. Venhovens kon die bal niet inhouden en Riedijk neemt over. Polderman. Frans Bouwman. Listig wippertje, terug op de keeper of niet? Riedijk. En dat was maar net naast en de scheidsrechter zegt eerste hoekschop voor Rotterdam. Bij de ploeg 1 hoekschop. 7 minuten 45 seconden gespeeld. Polderman neemt die hoekschop. En dat is een doelpunt. En u hoort het daverend gejuich hier in het Sportpaleis. Frans Bouwman scoort daar dubbel. Dat wil zeggen 2. Want hij telt voor 2 zo'n kopbal. En Rotterdam aan de leiding met 3-1. Goeie goal. Stond daar vogelvrij achter het doel en voor Frans Curver wist wat er gebeurde. Hing die, zoals dat heet, Rotterdam leidt met 3-1. En Limburg zal moeten komen, maar voorlopig hebben wij Polderman aan de bal voor Rotterdam. Jan Bruijs. Van der Sluis. En dat wordt een inrol voor Limburg. Hoenen. Krijgt alle ruimte. Venhovens. Terug op Hoenen. Links staat Heigelen vrij, daar komt hij. En dat scheelt enkele centimeters. Jacques Weeres kon er niet bij. En
Ellenswij krijgt alle tijd om rustig uit te rollen. Doet dat via Polderman. Lange bal, waar Hoen er net bij kan. En Curve probeert daar een hoekschop te voorkomen. Lukt niet. Tweede hoekschop voor Rotterdam. Genomen door Arie van der Sluis. En let nu op achter dat doel. Limburg rolt in. Barry Hulshof voor het eerst aan de bal. Jacques Weerens. Schot over. Snelle wedstrijd. We zijn halverwege de eerste helft. 3-1 voor Rotterdam Ahoy. En Hulshof nu via Hoenen naar Weerens. Maar dat lukt niet. Alles rustig bekijkend zien we daar Jan Bruijs via Arie Damsma. Terug op de keeper. Rotterdam gaat nu al wat rustiger aan doen. Polderman. Arie van der Sluis. Loopt daar vast in dat blok van Hoenen-Hulshof. En Jan Bruijs rolt in. Van der Sluis. Stop en weer een vrije schop. Van der Sluis. Hoenen zegt, je kan me wat, ik blijf staan en dat mag. Limburg nu. Hulshof. Hoenen. Terug. En via de rug van Polderman betekent dat de tweede hoekschop voor Limburg. Andere kant. Ik denk aan de andere kant. Nee, het hoeft niet. Hermans. Kiers. Het zit goed dicht daarachter. Hermans probeert voor je het gat. En dat is een doelpunt. Jazeker. Uitstekend schot van Vic Hermans. Die daar even vrij kwam achter het doel. En onmiddellijk ging de hand van de doelwachter omhoog. Het betekent 3-2. Spanning volledig terug. Van der Sluis. Jan Bruijs. Frans Curve. Maar dat had Damsma aardig door. En die bal gaat uit. Wordt een inrol voor Limburg via Gerard Hoenen. Daar helemaal aan de overkant. Hermans. Kiers. Hulshof. Kiers. En dat ging even fout. Rotterdam rolt in via Damsma. Van der Sluis. Damsma. Jan Bruijs. Lange bal op Damsma, kan hem niet bereiken. Betekent een eenvoudige uitworp van Frans Curver. En met Hoenen gaan we terug in de aanval. Limburg. Hulshof. Schot! Prima poging. Van rechts werd die bal voorgetrokken door Barry Hulshof en Hoenen knalde naast. Bouwman. Arie die Dijk. Op rechts Bruijs, daar komt hij. Hier Damsma. Overgenomen door Limburg nu. Hermans, Kiers in het zijnet. Stop. En dat ging even te enthousiast. Echt Fred de Alcour. Vrije schop voor Rotterdam. Onmiddellijk genomen Riedijk. Curver uit zijn doel. Denk om die gaten. Hulshof rolt in. En Curver gooit uit. We zijn bijna een kwartier onderweg. Nog een goede 5 minuten en die eerste helft zit erop. Met nu Vic Hermans. Ja, en in zijn enthousiasme duwde hij Damsma in de rug. Betekent vrije schop, Riedijk. Venneker. Riedijk. Damsma met een van die gevaarlijke schoten. En dat betekent derde hoekschop voor Rotterdam. Nog één en het is gebeurd. Dat wil zeggen, dan krijgen wij een penalty. Overnemen, zegt Theo Boosten. Iedereen uit het doelgebied van de verdedigende partij. Overnieuw.
Ja, je zal eruit moeten, Vic Hermans. Zo zijn de regels. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. Verke die daar probeerde te herhalen wat Frans Bouwman eerder deed, lukt niet. Hulshof ruimt op zijn bekende wijze. En Curver rolt uit. Hoenen. Hermans. Heigelen. Voor het doel Leenkiers. Daar komt hij. Terug. En oeh, ja hoor, natuurlijk. Prima doelpunt. Via Hermans. Op Kiers. En dan voor. En dan is het voor Koos Ellerswijk onbegonnen werk om die bal te stoppen. Stand 3-3. Spanning volledig terug. Dat gebeurde allemaal bijna in de 16e minuut. Hans Wenneker, ja. Nou, u ziet het, van achter het doel wordt die bal nog voorgespeeld. Wenneker stond daar vogelvrij. En voor Frans Curver was het onbegonnen werk. Rotterdam neemt wederom de leiding, nu met 4-3. Limburg, via Hoenen nu. Goeie bal, Ellerswijk. Heigelen, Hoenen, kijk uit, jazeker, kijk, dat is het gevaar wat erin zit, natuurlijk. En u zag die fout die gemaakt werd, onmiddellijk genadeloos afgestraft door Rotterdam Ahoy via Arie Dansma, die hier links voor het doel vrij kwam en rustig die bal inschoof. 5-3 voor Rotterdam. Kiers. Hoenen. Heigelen. En hier worden vreugde tonen aangegeven, maar zover is het nog niet. Kijk u maar. Dit schot van Hermans belandt in het zijnet. En Venneke neemt over. Frans Bouwman voor het doel. Daar komt hij. Hensbal wordt hier geroepen. Wordt niet gegeven. Frans Curver. Kijk wanhopig om waar zijn verdedigers blijven. Vierde hoekschop betekent penalty voor Rotterdam. Bij de stand 5-3, dames en heren, met 17 minuten en 30 seconden gespeeld, neemt Arie Damsma deze eerste penalty voor Rotterdam Ahoy. In het doel Frans Curver. Arie, Arie klinkt hier gescandeerd door het Sportpaleis. Curver draait zich om. Laat zich niet afleiden. Komt nu. Schot. En een doelpunt. Net zo makkelijk. Ja, Frans, zo gaat dat. Damsma liet zich niet van de wijs brengen. Schoof daar rustig die bal in de voor ons linker, voor Curver rechterhoek. 6-3 voor Rotterdam. Rotterdam rolt in. Jan Bruijs. Kijk uit. Natuurlijk. Derde hoekschop voor Limburg en nog één en ook dan krijgen wij aan deze kant een penalty. Die is te hoog, daar komt Hoenen, let op. Kijk, zo doe je dat gewoon. Zag u dat? Hoenen, je zag hem aanleggen, bekeek die bal die daar uit de lucht kwam en nam hem onmiddellijk op zijn rechterschaats. En dat betekent 6-4. Buiten uw beeld heeft ondertussen de coach van Limburg een time-out aangevraagd, maar dan zal hij even moeten wachten tot de bal uit is. Uitstekende goal van Gerard Hoenen. En hier komt Jacques. Via een vierde corner betekent dat de ene sensatie naar de andere. Penalty voor Limburg wordt genomen, de nummer 3. Gilbert Heigelen. Hij kan de stand na 6-5 tillen. En ik denk dat de coach van Limburg nu maar even moet wachten met zijn time-out. Let u op. En een doelpunt. Onhoudbaar. Keihard ingeschoten. Koos Ellerswijk deed er alles aan. Lukte niet. 6-5, dames en heren. De stand met nog 1 minuut en 9 seconden te spelen in de eerste helft. Polderman. Wenneker voor Rotterdam. Achter het doel langs, dat lukt niet. En Limburg neemt over. Lange bal, heeft weinig zin, denk ik, maar nu wel. Daar komt Veres. En Ellerswijk herstelt zich. Bruijs. Nog 40 seconden. Wenneker. En ik ben natuurlijk altijd nog een spitspeler.
iemand die doelpunten maakt. En, daar dan de kans voor Jacques Weeren samen met Vic Hermans. Maar oeh, daar zat Maarten Polderman uitstekend tussen. Eerste corner na deze penalty voor Limburg. Geen probleem nu voor Rotterdam. Verdedigen rustig uit. Venneker op rechts. De bal is uit geweest. En ondertussen telt hier het Sportpaleis af, maar dat kan nog niet, want de tijd is stilgezet nu wel. Nog 6 seconden in de eerste helft. Weer een schiet. Moet hij ook doen, want er is bijna gebeurd. En nu dan de 20 minuten volgemaakt. Een uitstekende eerste helft. Bijzonder spannend. Twee penalties. Rotterdam leidt met 6-5. Wie durft de uitslag voorspellen? Ik niet. Wij krijgen het opmarcheren van de showband Jubal uit Zwolle. Enkele minuten rust, dames en heren. Graag tot zo. Als u zo'n mini-voetbalwedstrijd zelf eens wil bijwonen, dan bent u hartelijk welkom donderdag over een week, 20 november, in het Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. U bent dan getuige van een avondvullend programma, bestaande uit een aantal wielerkoersen en twee mini-voetbalwedstrijden. België tegen West-Duitsland, en ook dat belooft heel spannend te worden, en Oost-Nederland tegen het politie-mini-voetbalteam. Kaarten à 7,50 zijn te bestellen bij de kassa van Sportpaleis Ahoy. Of telefonisch onder nummer 010 81 21 44. Thank you.
De showband Jubal uit Zwolle, dames en heren, verlaat het pand. Toegejuicht hier door de 6000 op de tribunes. En wij gaan naar de tweede helft van de tot nu toe zeer vlot, zeer spectaculair verlopende wedstrijd. Rotterdam Ahoy tegen Limburg met de stand 6-5 voor Rotterdam. Van der Sluis aan de bal. Ja, Limburg zal er toch iets aan moeten doen. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op in de competitie. En 6-5 of 6-1, ja, maakt alleen een doelsaldo uit, maar verder erg weinig. De verliezer krijgt 0 punten. Damsma, Jan Bruijs. Damsma schiet. Doet dat goed, maar naast. En Limburg rolt in. Hoenen. Dat is een fantastisch bedrag. Terug op Curver. Jan Bruijs heeft dat goed doorzien. Probeert het in een lob en dat lukt niet. Misschien weet u dat nog niet. Het is toch wel interessant om het te weten. Er mag geschoten worden op het doel. Dat wil zeggen, er mag een doelpunt gemaakt worden alleen via of van de helft van de tegenstander. Dus als Bruijs op zijn eigen helft loopt en dan die bal in het doel schiet, is het gewoon een vrije schop. Damsma. Bruijs. En die bal gaat uit. Hoenen rolt in. Limburg naar voren. Via Heigelen. Kiers, alle kans. Nee, het is Venhovens en ja, zeker toch Kiers. Hij stond daar voor het doel, maar die bal ging onverwacht naar Willy Venhovens. En Leen Kiers scoort hij de gelijkmaker. 6-6. Na 1 minuut en 35 seconden in de tweede helft. Damsma. Jan Bruijs. Goed doorzien. Frans Curver gooit uit. Kiers kan er niet bij. Maar nu wel. Venhovens. Nee. Probeer het via het gat, jongen. Terug op Heigelen. En dat is, zoals we dat noemen, een afzwaaier. Ellenswijk via Bruijs. Een wedstrijd die wellicht in zich heeft om in een gelijkspel te eindigen. En u weet wat dan het gevolg is. Penalties. De winnaar daarvan krijgt dan 2 punten op de ladder. De verliezer 1 punt. Goeie bal, Frans. Riedijk. Arie van der Sluis. CVV'er speelt nu in het vierde, net als Jan Bruijs. Damsma. Achter het doel waar Riedijk rustig klaar staat. Maar ook Frans Curver. Leen Kiers. Voor het doel is Venhovens. Dat loopt nu terug. Hoenen, net zo makkelijk. Curver nogmaals. Maar die verdediging van Rotterdam zit goed in elkaar. Heigelen. Leen Kiers. Zal hem niet binnenhouden, denk ik. Nee. Inrol voor Rotterdam. Uitstekend gestopt door Heigelen daar. Via het achterkantje. Via de bottom, zo u wilt. Damsma. Bruijs. Schijnbeweging Riedijk. Schot. Weer Kiers. Samen met de Rotterdamse keeper. Uit zijn doel. Moet terug. 2 mensen op de doellijn. Schot en een knal en een doelpunt. Jazeker. Willy Venhovens zorgt hier dat Limburg de leiding neemt met 7-6. Kwam daar via rechts oplopen en schoot in de lange hoek. Terwijl ondertussen, ja! Onmiddellijk neemt Rotterdam die zaak over. Jan Bruijs, een voorzitter van links. Arie van der Sluis voor het doel, kopt in. Stand 8-7 via dit gekopte doelpunt, telt dubbel voor Rotterdam. En we gaan door. En die bal gaat inderdaad ook door. Wat een sensatie na 4 minuten en 12 seconden. 8-7 voor Rotterdam. Je rolt van de ene sensatie in de andere. Riedijk. Polderman. Probeert het alleen. Dat lukt niet. Hermans.
Insider zegt natuurlijk niet sporen. Voorzet. Hoekschop. Tweede hoekschop voor Limburg. Nou. 15 doelpunten. Wat wil je nog meer? Hoenen! Ja! Ik denk dat hij zat. Hij zat niet. Nou, dat zou ik best in de herhaling willen zien als dat mogelijk is. Een knal onderkant lat. Heeft hij gezeten? Heeft hij niet gezeten? Alleen de herhaling zal het u duidelijk maken. Wij kijken ondertussen naar wat irritatie hier bij Rotterdam. Terwijl Limburg een vrije schop neemt omdat er een verdediger te veel was bij datzelfde Rotterdam. Op de hoek van het doel van het strafschopgebied. Ja, derde hoekschop voor Limburg. Wordt genomen door Leen Kiers. Ex-Zaal Voetbal International. Knal! Barry Hulshoff! U zag het zelf gebeuren. Hij stond daar bij de rechterpaal voor ons. En Koos Ellenswijk kijkt wat mistroostig. Maar keihard verdween die bal in het doel. De stand is weer recht getrokken. 8-8. Polderman. Frans Bouwman. Speelt voor Hermes DVS. Goochelaar met de bal. Arie Riedijk. Terug op Bouwman. Damsma. Dat hoeft niet. Inrol voor Rotterdam via Damsma. Polderman. Houdt u hem binnen? Nee, dat lukt hem niet. En Hoenen neemt over. Frans Keuven. Een missen daar van Vic Hermans betekent onmiddellijk gevaar. Riedijk met Damsma. Naar links, Polderman. De man met de snor. Hans Venneker. Riedijk, Venneker. Probeert hem met een vers schot. En dat betekent een eenvoudige uitworp van Curver. 8-8 en we hebben 6 minuten en 40 seconden gespeeld. Ja, dat dacht ik ook. Lichamelijk contact betekent vrije schop voor Rotterdam. Arie Riedijk. Venneker. Terug naar Venneker. Hermans neemt over. Barry Hulsen voor doel, daar komt hij. Komt niet. Hoenen. Dat mislukt, misverstand. Bouwman. Venneker. Homa. Jazeker. Wat gaat er nu gebeuren? Vrije schop voor Rotterdam via Frans Bouwman. En nu moet die bal voorkomen waar Riedijk volkomen vrij staat met Venneker. Nu niet meer. Inrol voor Limburg, denk ik. Andersom, zegt iedereen. Ja, ik ook. Maar ja, wie ben ik? Nu is het zeker Rotterdam. Polderman. Riedijk, schot. Nee. Ja, daar hoef ik weinig van te zeggen. En wederom bij het U-beeld maakt Hans Royakkers, de coach van Limburg, bekend dat hij zo dadelijk een time-out wil. Maar weer eens. Oh, ja, zeker! Fantastisch doelpunt. Weer eens daar ineens, vrij als een vogel. Schiet op de paal. Bal komt terug. Hulshoff, onmiddellijk aanwezig om Limburg de leiding te geven met 9-8. Heigelen. Hoenen, schot. Naast. Ja, en nog steeds wordt hier verlangend omgekeken door de leiding van Limburg. Maar die bal zal toch eerst via de zijlijn uit moeten voordat zij hun zo broodnodige time-out krijgen. Kijk eens even, Riedijk. Jan Bruijs. Venneker, schot. Goeie bal, Frans. Hoekschop, zegt de scheidsrechter. Eerste voor Rotterdam. Na de penalty die ze al genomen hebben. Let op! Kijk, zie je wel. Frans Bouwman, eerst koppend, krijgt de bal terug. Knal van in, via het gat, 9-9. En wij hebben gespeeld 9 minuten en 35 seconden. En nog steeds geen time-out voor Limburg, want die bal wil niet uit. Zou je deze tennisbal de handtekening willen voorzien? Naar rechts, Venhovens.
En nu probeert Limburg dat gat te vinden. Ja. Riedijk zegt, doe het zelf wel. Jan Bruijs. Arie Riedijk. Op Bouwman. Oei. Verdedigen te veel. Ja. En dat onderbrak die schitterende aanval. Vrije schop voor Rotterdam. Overnemen. Ja jongens. Afstand nemen. 3 meter. Riedijk mag het overdoen. Dat doet hij helemaal niet, want het is Damsgaard. En nu dan, dames en heren, bal uit hier via de zijlijn. Betekent een time-out voor Limburg, waar Rotterdam natuurlijk ook van profiteert. Maar Hans Royakkers, sportjournalist van een Limburgs dagblad, die vroeg die time-out aan. 9-9. Jongens, je zit op een doodpunt. Die kunnen we nu pakken. Kijk eens even naar de hoekschoppen, we hebben er 3. Laten we die eerste 4 proberen te pakken, dat we op een voorsprong komen en dan gaat het weer vanzelf. Kom op, jongens. Even nog even de voeten onder. Hè. Kom op, jongens. Hé, hey, jongens. Balletten. Nou, dat was in het bijna onvervals Limburgs. 3 hoekschoppen hebben we, proberen een 4e te pakken. 9-9. Ik denk dat ze daar niet ontevreden over hoeven te zijn. Rotterdam Ahoy, een geduchte tegenstander, kampioen van het vorig seizoen. Goed, de mannen zijn toegesproken en wij wachten op het vallende bal. Daar komt hij. Kiers, Frans, dan moet je even naartoe. Doet hij ook. In rol Rotterdam, Jan Bruijs. Zelfs coach Bob Jansen helpt mee om die bal zo snel mogelijk het veld in te krijgen. Heigelen. Wie, dames en heren, met nog 10 minuten te spelen, gaat hier vanavond winnend van het veld af? Niets van te zeggen. Ik kan me zo voorstellen dat hier op de tribunes al gehoopt wordt op penalties. Want het is altijd zeer spectaculair hier in het minivoetbal. U weet dat het grote doel zal dan verschijnen. De lichten worden gedempt. Grote spot aan. Maar zover zijn we nog niet. Heigelen. Kiers. Voor het doel Van Hovens. En Hoenen niet te vergeten. Waar blijft die bal? Rustig nu de tijd nemen. Jan Bruijs zit daartussen. Wie gooit in? Het is Rotterdam. Daar komen ze. Arie van der Sluis. Als een vogel zo vrij en lopen. Nee. Frans Curver had dat goed doorzien. Riedijk. Van der Sluis. Riedijk. Van der Sluis. Jan Bruijs hier op rechts. Maar die bal staat terug op Riedijk. Balvaardig als geen ander. Bruijs. Damsma. Dat wordt moeilijk. Van der Sluis. Damsma. Probeert het, maar dat blok beton dat Hoenen heet is niet te omspelen. Damsma. Riedijk. Punter. En een hoekschop. De derde voor Rotterdam Ahoy. En ook een hoekschop nu. Beide ploegen precies gelijk. Beide 3. Kom al. En alles is mogelijk nu vanavond. Kijk. Jan Bruijs. En nu Hoenen neemt over. Linkiers. Homa. Jazeker. Vrije schop voor Limburg. Maar de beide scheidsrechters voelen uitstekend de situatie aan. Niemand gaat naar de strafbank. En daar ben ik erg blij om. Riedijk. Jan Bruijs. Damsma. Jan. Natuurlijk. U zag het, de combinatie. Damsma, Bruijs, Damsma, Bruijs. En Bruijs knalde van links. En de stand 10-9 voor Rotterdam. Nou, dat bekoelt wellicht de gemoederen een beetje bij Rotterdam. Want ze maken zich wat boos op het ogenblik. Waarom weet ik niet precies. Willy van Hovens. Ja, corner jongen. Haal hem eruit natuurlijk. 4e corner betekent penalty voor Limburg. De 2e. De kans voor Limburg om gelijk te komen. 13 minuten en 47 seconden gespeeld. Penalty wordt genomen door Gilbert Heigelen. Zaalvoetbal International. Speelt voor de Haantjes uit Beek. Hoofdklasse zaalvoetbal. Als Abrozijn even gaat zitten kan ik zien wat er met die penalty gebeurt. Daar staat hij. Schot en een doelpunt. 10-10, 20 goals in 13, bijna 14 minuten en nog steeds een volkomen open strijd.
Hegelen. Groenen. Met daartussen Maarten Polderman. Ja, het zit erin, dames en heren, dat deze wedstrijd toch gelijk gaat eindigen. We hebben nog een 5 minuten en 5 seconden te spelen en dan is het onherroepelijk gebeurd. Kiers probeert het aan een lop. Er wordt gestreden om iedere meter. Riedijk. Damsma achter het doel. Ja, dat zat er dik in. Leen Kiers zette daar zijn Limburgse voet voor. Damsma rolt in. Goeie bal, nu op Frans Bouwman. Wordt onmiddellijk aangepakt. Riedijk. Kijk eens even hoe handig. Daar gaat hij. Doet het alleen. Damsma. Probeert zich daar langs Gerard Hoenen te goochelen. Maar dat zal niet meevallen. Vrije schop, zegt de scheidsrechter. Geen hoekschop, want Rotterdam zit op 3, zoals u weet. Vlakbij een penalty. En ik denk dat Frans Bouwman die trachtte uit te lokken, maar deed het wel te enthousiast. Wat krijgen we nu? Hallo, dat was de 4e, toch? Het was een vrije schop. Goed, ja, ik vraag het maar even, want ik kan het nu ook niet meer volgen. Het was een vrije schop en geen hoekschop. Want u begrijpt dat dan Rotterdam een penalty had moeten hebben. Een penalty die ze nu wellicht kan krijgen, of niet? Onduidelijkheden hier op het veld. 4e hoekschop betekent penalty voor Rotterdam. Ja, natuurlijk. En nu is er duidelijkheid. Frans Curver, sportief als altijd, overhandigt naar de bal aan de man die daar tegenover hem staat. Arie Damsma. Hij kan de stand voor Rotterdam tillen naar 11-10. Op de lijn, oog in oog met Arie Damsma. Fluit, schot, doelpunt. Geen enkel probleem voor Arie Damsma om ook deze penalty om te zetten in een doelpunt. 11-10 voor Rotterdam. En nu zal het moeilijk worden voor Limburg. Daar komt Frans Bouwman. Kijk maar. En zo doe je dat. Ontving hier vlak voor mij de bal. Omspeelde Frans Curver. En schoof die bal in het doel. En Frans kijkt naar het scorebord. Ja jongen, het staat er. En het gaat er niet meer vanaf. 12-10 voor Rotterdam. Met nog 3 minuten en 45 seconden ongeveer. Inrol. Rotterdam, Polderman. Venneker, Polderman. Rotterdam in de winning mood. Kijk maar. Oei! En Curver maakt zich kwaad. En ik kan me dat voorstellen, want nu achterin volgens verschenen daar 1, 2, 3 spelers van Rotterdam alleen voor zijn kooi. En hij vindt dat niet zo erg leuk. Hoekschop. Eerste voor Limburg. Kopbal. En weg is weg, zegt Damsma. Onmiddellijk die bal weer terug via de ballerina's. Hoenen, schieten. Knal, naast. Nog 3 minuten. 12-10 voor Rotterdam. 1 gekopt doelpunt voor Limburg is voldoende. Maar maak hem maar eens. Frans Bouwman. Met Hoenen. Ja. Vrije schop voor Rotterdam. Bouwman. Polderman. Bouwman. Ja, Frans. Ook dat mag niet. Frans Bouwman, vrije schop. Damsma, Bouwman. Achter het doel Venneker. Ja, u begrijpt de slimme Bouwman. Dat kost tijd. Seconden tikken weg. En we hebben nog 2 minuten en 5 seconden te spelen. Inrol voor Rotterdam. Elleswijk. Venneker. Schiet. Kijk, zo doen ze dat. En Limburg zal nu moeten komen. Hoenen. Heigelen. Dat heeft weinig zin. Ja, dat ziet u zelf ook wel. Nog ongeveer 1,5 minuut. Naar Rotterdam herhaalt wellicht het huzarenstuk van de finale. 2 doelpunten verschil.
Frans Bouwman aan de bal. Geggers, Riedijk als een vogel. Hoenen ruimt op. Damsma. Rotterdam rolt in. Nog 1 minuut en 10 seconden. Te hard aangepakt. Vrije schop. Venneker. En ik denk dat Rotterdam toch die overwinning uit het vuur gaat slepen. Jan Bruijs als verse man erin nu. Bouwman. Riedijk. Ook hij houdt de bal bij zich. Is daar een meester in. Terug op Bruijs. De jongens kijken naar de klok. Ik kan me dat voorstellen. Nog een kleine 40 seconden te spelen. Bruijs, Bouwman. Ja, doet alsof hij het erg vindt, maar het kost weer een aantal seconden. We naderen de laatste halve minuut. Hoenen. Hermans. Jongens, het tempo. Kiers. Hoenen. Nog 20 seconden. Voorzet. Knal en een doelpunt. Wij hebben nog 12 seconden te spelen, dames en heren. Leen Kiers krijgt daar die bal voor. Tikt hem in met de punt van zijn rechterschoen. En de stand wordt 12-11. Daar gaat Rotterdam. Afgeteld wordt hier in het Sportpaleis. Nog 6 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Homa! Nou, we hebben het nu voorspeld. Gelijkspel zat erin. Rotterdam sleept hier de overwinning uit het vuur. Maar hoe? 12-11 is de stand. Applaus geldt uiteraard bij de teams. Die hebben gestreden op het scherp van de snede. Rotterdam 3 punten in de competitie. Limburg neemt afscheid met 0 punten, maar wij gunnen hen meer. 12-11, dames en heren, de eindstand van vanavond. Schitterende wedstrijd. Wij gaan afscheid van u nemen. De volgende minivoetbalwedstrijd kunt u zien op dinsdag. Volgende week dinsdag 18 november. Wanneer zal aantreden de debutant Groot-Brittannië tegen het geroutineerde militaire minivoetbalteam. Wat mij betreft bedankt voor het kijken. Dit was minivoetbal, ook NCRV.